welkom bij onze nieuwe weekvlog. Hey. En het is zaterdag. Patrick gaat zo verder met klussen. Wij staan in de berging, of in onze schuur, hoe je het wilt noemen, hoe heet dit? Een hok. Een hok. Ik weet het niet. We zijn hier aan het kijken wat er allemaal nog hier moet gebeuren. Ja, kijken, ik weet wel wat er gebeuren moet. Ja, maar ik ben aan het beginnen. Welke stappen dat als eerst gemaakt moet worden. Patrick gaat zo hiermee verder. Volgens mij wil hij de plafondetjes eerst weer een beetje schuren. De plafondetjes gaan we vandaag afmaken. Ja. En als ik nog een beetje tijd heb, want we willen vanmiddag nog even skaten, het is mooi weer vandaag. Jij gaat skaten, ik ga vandaag niet skaten, man. Ja, ik ga skaten. Ik wil misschien nog een beetje hout halen voor de wandjes, voor de voorzetwandjes, want de Amerikaanse koelkast die we hebben, die gaat... Dit zijn de wanden die we hier hadden toen wij hier het huis kochten. Ja, ze zijn eigenlijk nul geïsoleerd. Hele koude wanden ook, en niet strak nog. Dus die moeten wij... Maar het is ook niet geïsoleerd van de buitenkant. Er is ook een klein beetje spouw meer tussen, met luchtspouw verder niks. Dus ik wil hier een voorzetwandje voor gaan maken met 8 cm isolatie erin. Dus lekker dik, lekker warm. Helemaal een L-vormtje. En dan staat klaar. En ja. Dan dit even een stukje nog verder af, want ik had wat over vorige week en dan heb ik even gewoon zo klaar. Dat nog wat strakker weer maken. Zoals dit is onze oude koelkast, die moet nog weg. Nou, die houden we eerst nog, want die Amerikaan gaat eerst weg en daar moeten we een vriezer voor hebben. Ja, maar die gaat ook gewoon weg. We moeten nog een koelkast hebben voor de verjaardagen die nog komen. Ja, komen maar die gaan we allemaal samen vieren. Dus die gaat nog weg. En die gaat nog weg. En dan komt er een nieuw tafelmodel voor terug. En dit was onze magnetron, dus die moet ook nog een plekje krijgen. Ja, gewoon naar de zon hoor. Voor de camping. Van de camping. Ik ga niet zo'n grote magnetron meenemen naar de camping, schat. Ik wel. Nee. Dan moeten we met 3 auto's rijden. Ja, ik ook. Nee, dat gaan we niet doen. Ja. En Veerle is nu bij ons thuis, want haar broer heeft een voetbalwedstrijd. En dat is voor meisjes natuurlijk helemaal niks aan, wat ik wel begrijp. Dus die is hier lekker aan het spelen. Ik ga nu weer even wat was opvouwen, want ik heb nog 2 wasmannen staan die opgevouwen moeten worden. En als dat klaar is, moet ik volgens mij nog naar de kawaii, want ik moet iets halen voor Patrick. Finish? Finish. Finish moet ik halen. Nee. En dat is voor de gipsplaten, dat is een soort van voorbehandeling, toch? Nee, dat is juist om het glad te maken. Oh. Kijk, ik heb hier de voegjes allemaal gedaan en de schroefjes die ga ik daar even een beetje bijschuren, dat het allemaal weer een beetje opgevuld is en een beetje vlak. En dan moet ze de finish aan. Die doe ik als laatste eroverheen om hem 100% vlak te krijgen. En dan 99 tot 100. En dan mag ik verder. Of 101. Hè? En dan mag ik gaan verder. Ja, en dan moet ik nog een keer licht schuren. En dan mag jij gaan verder. Ja, dus wij zijn nog lang niet klaar met onze verbouwing. Nou, wat zullen we zeggen? Nog een jaar, denk ik? Nou, 2 maakt het maar van. Nee, je geen 2 jaar. Moet je tijd geven? Een jaar. Een jaar. We gaan niet langer dan een jaar. Dus een jaar, over een jaar moet alles af zijn hier beneden. Oh. Ja, nou. Succes ermee. Zo ziet onze dag weer uit. Ja. 2025 krijg ik rust. Pet? Hallo! Hé, hey, doe dit niet voor de rein, hoor. Kijk. Oh, ik ga hier meteen weer uit. Dat is hier helemaal stoffig. Ja, doe dan die deur dicht. Oh, wat een stof in die schuur. Nou, ik doe het hem niet na hoe in die stof steeds zit. Ik vind het maar knap dat hij dat allemaal kan. Hij vindt het ook... Ja, ik denk niet dat hij het heel leuk vindt, maar hij vindt het ook niet heel erg als hij dus zo vies wordt. Respect voor hem. Nou, ik ga weer verder met mijn was. Bezig met de was. En dit vind ik dus echt verschrikkelijk. Ik zal even laten zien. Ik heb 1 wasman dus nu klaar. Maar dan heb ik hier dus allemaal losse sokken. En ik heb geen idee waar de anderen zijn. Herkennen jullie dat? Ik heb dus ook op zolder bij de meiden een bak staan. Want vooral voor de meiden heb ik het vaak. Dat ze losse sokken hebben. Heb ik dus een bak staan waar alle losse sokken ingaan. En die ga ik dan 1 keer in zoveel tijd helemaal weer uitzoeken. Dus dan gooi ik het gewoon helemaal leeg op tafel en dan zoek ik alles uit. Kan ik het niet vinden, gooi ik ze weg. Verschrikkelijk. Nou ja, volgende wasmand. En hopen dat daar dan de andere deel van de paarse sokken in zitten.
Heel fijn allemaal. Patrick gaat zo lekker skaten. Ik ga even bij mijn ouders langs. Die wonen heel dicht bij mij. Dus even met drie kindjes op visite daar. Een beetje spelen nu bij Veerle. Dus die hebben het nu even omgedraaid. Wij zijn bij de familie Visser in huis. Een huis vol kinderen. Patrick wordt er ook bij natuurlijk. We zijn even Minecraft aan het kijken. De oppas komt zo dadelijk hier en dan gaan wij zo dadelijk naar de verjaardag van Giel. Dus dat wordt weer een gezellige avond en ik denk ook een latertje. Pieter. Denk je ook laat vanavond? Wat? Of het laat wordt vanavond? Wat denk ik wel laat. Hoor ik vroeg. Dus we zullen zien. Goedemorgen op deze mooie zondagochtend. Wij zijn even lekker naar het bos. Patrick is nog wel thuis. We hebben gisteren natuurlijk feestje gehad. En het was een beetje laat geworden. Dus Patrick slaapt nog. Ja, daar zou je in kunnen klimmen. Maar ben je doe maar nu nog even niet, schat. Dus het was gisteren een beetje laat geworden. Dus die slaapt nog even. Maar kinderen van ons kunnen nooit zo heel lang in huis alleen blijven. Met z'n allen op elkaar zijn lip. Dus ik dacht, we gaan even lekker uit. Even naar het bos. Loop maar even door, jongens. Dus even lekker naar het bos. En dan frisse neus halen, rondje lopen. Lekker bewegen. Lekker de natuur weer ontdekken. Dus dat is een beetje wat we nu gaan doen. En dan kan Patrick nog even rustig slapen. Kijk, ik heb daar de 3. En daar is nummer 4. Het is vandaag maandag en ik heb een hele lange werkdag erop zitten. Ik moest les geven van het eerste tot en met het 9e, dus dat is wel echt laat bij ons. Ik was niet op tijd terug om Vos weg te brengen. Dus die is nu met Patrick mee naar zwemles, dus ik ben al een keer thuis. En ik ben nu het eten aan het maken. We gaan vandaag makkelijk eten, spaghetti, aangezien Vos laat thuis is met zwemles. Bees laat thuis van turnen. Jongetjes zijn wel thuis, maar die wil ik een beetje op tijd in bed hebben. Dus als het eten klaar is, gaan zij al met mij samen eten. En dan gaan zij na het eten lekker naar bed. En dan kan Patrick ook een beetje op tijd slapen vanavond. Dus Patrick is dus met Vos mee naar zwemles. Ik ben nu een keertje thuis. Maar ik moet wel straks nog de meiden ophalen bij turnen. Dus B met haar vriendinnetjes haal ik dan weer op en die breng ik dan weer thuis. Maar ja, dan slapen de anderen toch al, dus er is er niet zo'n probleem. Wat is dat? Weet je niet. Weet je niet wat het is? Beste ouders van Vos, zwemlesdag maandag, dinsdag,
woensdag tijd. Uw zoon, dochter komt in aanmerking voor het proefzwemmen van zwemdiploma A. Meldt u zich daarom gelijk aan. Ja, dan moeten we dat even doen. Hè. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Je hebt gewoon een proefzwemles. Oh, maandag, dinsdag, woensdag. Nee, dinsdag. Dinsdag. Alleen op dinsdag. Op dinsdag moeten we wel. En op maandag? Nee, dinsdag. Dus proefzwemmen voor A. A? Ja, dan mogen we dat maar doen. Wil je, weet je al wat je wilt tracteren? Ja, popcorn. Doe je gewoon. 30 maat, ja, natuurlijk. Maar wij hebben proefzwemmen, hè? Ja. Hier gewoon. En ben je op 11 maart jarig? Ben je net jarig geweest? Ja. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Ja. We zijn volgende week tijdens de zwemles proefzwemmen. En dan zal het vast allemaal goed gaan. Ga je volgende week zaterdag om 1 uur afzwemmen. Ja. Woe! Daar staat het allemaal op. Nou. Dankjewel. Dags, Dags, wil je even langs al je leven zingen? Heb je gitaar? Ja. Doe maar even voor Dags. Doe maar voor papa dan. Ja. Laag. Kijk, heel goed toch? Ik ga opa ook drie. Ja, opa gitaar doet ook, hè? Opa ook gitaar. Opa ook gitaar. Dit is opa. Ja, maar doe maar alleen maar die gitaar. Die is goed, die is goed. Laat me even zien wat je kan. Ja. Lang zal je leven. Lang zal je leven. Oh. Doe jij het even dan? Ik wil alleen maar verlangen zoals ze leven. Oh, doe jij maar. Auto. Vliegtuig. Auto. Trein en een boot. Auto. Oké, auto. Oh. Wat ga je doen? Ik ga naar school. Ja. Je gaat even kijken hoe het op school is. Ja. Want je gaat 9 april voor het eerst een wendag. Ik vind toch wel hoe de klas eruit ziet. Wauw. Wat? Ik wil toch eens ook in de moestuinpik. Ja. En ben je ook? Ik ook. Dus ik ook al toen zo'n pik. Kom maar. Waar is er even zijn naam dan? Nou? Kom eens kijken even wat je naam is. Moetje! Moetje! Oh, daar! Hier zit een hula. 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 Daar dan. Daar zit Riff. Riff hier! Ja. Mooi, zullen we even wachten hier? Dan nog wel opgaan. Nou, we gaan hier wel even wachten op school. Ja, ja. Nou, en wie is Riff dan? Ja. Ben jij Riff? Ja. Oh, jij bent een kopietje van je zus. Ja. Hallo. Mag ik een andere hand? Ja. Kijk, die hand doen wij naar de andere. Hallo Riff, wat Hallo. Gezellig. Kom je eens? Mijn werkdag zit er weer op. Ik ben nu weer in Vassenveld. Bezig aan het trainen. Dus ik ga een klein stukje kijken. En dan neem ik haar mee en ook nog het andere meisje meenemen naar huis. En Patrick is bij de andere kinderen. En Riff had vandaag zijn eerste dag kijken op school. Dus ik ben heel erg benieuwd naar zijn verhalen. Het is vandaag woensdag en we hebben Ben Vos naar school gebracht, hè? Ja. En gisteren was jij naar school, hè? Ja. Hoe was dat, Riff? Was dat leuk? Ja. Had jij in een speelhoek gespeeld? Ja, had je de juf ook ontmoet? Ik ook. Volgens mij zei de juf nog dat jij veel op Vos lijkt, of niet? Ja. Koken. Kijk, hier hebben we Daxje. Dax is een boefje.
Ik heb bloedneus. Nee, je hebt een bloedneus gehad. Ja. En deze twee boefjes lagen vannacht ineens bij mama in bed. Ja. 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 Wat heb je je haren Ja. Bloed? Ja. Hé, hey, kleine draakje van mij. Mama. Ja. Dit is mama. Wij gaan boodschappen halen. Ja. Wij gaan zo boodschapjes nog halen. Ja. 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 En wie wordt er vandaag geopereerd? Oma. Nee, oma. Nee, niet oma. Nee. Opa. Opa. Opa wordt vandaag geopereerd. Ja. Dus dat is best wel een beetje weer spannend. Ja. Maar opa is heel echt een bikkel, hè? Ga jij dan met opa mee en oma? Ik ga denk ik vanavond nog even naar opa toe. Ja. Oma. Nee, dan liggen jullie al in bed. Ja. Ja. Hij mag wel. Nee, jij mag ook niet. Mag ik wel met papa mee? Met papa mee? Ja. Ja, jullie blijven wel lekker thuis, hè? Nee. Dan gaan jullie lekker naar bed? Nee. Wel? Echt niet waar. Echt wel waar? Echt wel waar, nee. Je doet het. Oh, hier ook op. Ik heb mijn benen beleven. Dus ik ben nog eventjes lekker aan het knuffelen met deze twee kleine boefelkopjes. Ja? Mama. Ja, schat. We gaan bij opa en oma. We gaan straks nog even bij oma kijken. Ja. En vanavond gaat mama naar opa toe. Ja, en dan gaat mama even naar opa kijken. Ja. Ja, de operatie is wel lang. Ja, het duurt zo 4 uur. Minimaal, volgens mij 4 uur. Ja. Hele week en de week werken. Kleine boefjes. Wij gaan vandaag boodschappen halen. Nee. Jawel, want dan moeten we nog nieuwe luiers halen voor jou. Ja. Want Dax die heeft de laatste tijd niet meer op het potje geplast. Nee. Dax is nou weer een beetje lui aan het doen. Ik doe alleen maar te zien. Wij hebben nog niet een potje. Nee, ons potje. Nee, we hebben ook geen potje. Nee, wel op de wc. Ja, op de wc, dat doe jij dan, hè? Ja. Ons potje is kwijt. Ja. Ja. Ja, moeten wij nog op, ik moet op de wc. Moet jij op de wc, hè? Ja. Ja. Wat een potje. Ik weet niet wat potje is. Wel thee. Ja, dus jij moet op de wc. Ja. Ja. Kleine kletskontjes zijn jullie. Ja. 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 De foto. En tot de volgende keer. Dank. Tot straks weer een keer. Wij gaan even lekker Hema. Hema wat eten, hè? Met viertjes. Ja. Gaan we kijken of wat lekkers is. Ja. Zeker wel. Ja. Zeker wel. Zeker wel. Patrick is alweer wakker, maar hij heeft niet veel geslapen. Dit man, als we door weer druk beginnen. Ja. Lekker? Ja. Een dak staan. Wat heb jij? Wat heb jij? Nee. Wat is dat? Een tampoes. Papa ook. Papa heeft 2 broodjes. Ik heb 2 tampoesen. Nee, 2 tampoesen. En ik heb 1 broodje. Yo, kort slaapje. Wasstraat, auto. Hey. We zijn met de Mercedes. Maar de Mercedes die heeft het dak een beetje weg. Ja. Als je daar naar buiten kijkt. Ja. Hij is wel waterdicht. Alleen een ventilatiegaatje. Ja. Ik ben benieuwd of we het water dicht houden dadelijk. Kunnen jullie ook? Ja. En jullie gaan zwemmen dadelijk in de auto. Ja. Ja, nu gaan we echt er doorheen, hè? Ja. Ja, echt door de wasstraat. Ja. Nou is de auto ingestapt. Draai de camera even om. Dan gaan we helemaal vol automatisch. Oké, daar de sproei al aan. Zie je dat voor ons? Het begint te regenen. Ik vind het toch altijd spannend met zo'n auto die bijna uit elkaar valt. Ja, kijk met de tellen. Dat is ook aardig wel hoog. Het is een Mercedes. Die lopen bijna altijd. Jongens. Het dak is open. Ja. Kun je zien daar? Fijn, mooi weer. Zegt hij. 14 graden. De zon schijnt, de lucht is blauw.
Dus het dak gaat weer los. En dan gaan we weer naar huis. We beginnen met de bankgangen. Wat ben ik moe. Niet dat ik weer moet slapen. Nou, dat weertje is toch heerlijk weer. Ik kan gewoon weer zonder jas naar buiten. Bij ons moeten we trouwens de vuilnis in de ondergrondse container stoppen. Daar ben ik net even geweest met de jongens. Kijk, die zat helemaal daarachter. Hey. Dus die hebben we even weggebracht. En de jongens willen graag lekker buiten spelen, dus dat doen we dan maar mooi. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Het is nog vroeg, het is denk ik 6:30 nu. Dax die heeft de hele nacht moeten huilen. Die ligt nu hier nog in mijn bed. Goedemorgen Dax. Hey. Hallo schat. Hoe is het met je oortjes? Oude nog? Ja. Dax heeft dus de hele nacht moeten huilen. Want hij had aan beide oren oorpijn. Dus dat betekent voor mij ook geen slaap. En het laatste uurtje, dus vanaf 5:00, is hij in slaap gevallen. Nou Dax, we gaan jou aankleden. Ja. Want we moeten naar de opvang. Ja. Ik moet daar werken. Ja, ik ook. Ja. Het is inmiddels alweer avond. Wat vliegt de tijd voorbij. Op de donderdag moet ik zeggen, is echt altijd bij ons wel een hectische dag. Daar ben ik echt gewoon taxi-moeder. Ik heb nu Riff en Dax in bad zitten. Vos heeft bij de training al gedoucht en Beef net gedoucht. Dus dan zijn de kinderen daar allemaal weer schoon. De jongetjes gaan na het bad meteen door naar bed. En Vos gaat daarna naar bed. En dan mag Beef nog heel even opblijven. Ja, je bent ook een beetje moe, hè? Ja. Ze zijn bij de opvang geweest, hè? Ja. En Dax, wat was er vannacht in de tijd? Auwa. Auwa, hè? Auwe aan de oortjes, toch? Ja. Ja, dus ik hoop dat hij nu geen auwe gaat krijgen. Nee. Maar als hij wel auwe gaat krijgen, dan krijgt hij eventjes een tabletje, een pilletje. Ja. Dus ik ga snel verder. Als we al in bed liggen, kan ik ook nog even sporten. Dus dat wil ik eigenlijk ook nog doen. Ja. Ik moet nog even wat was opruimen. Wasmanden vol, die ik nog in de kast bij de meiden moet doen. Van de rest zit allemaal al in de kasten, dus dat is al fijn. Dus dat ga ik nog even in de tussentijd ook nog proberen te doen. Leuk allemaal. Goedemorgen deze vrijdagochtend. Het is 6:30. En ik ga even voor de meiden, want die hebben vandaag op school een paaslunch. Ga ik nog even wat dingen maken. Ik heb hier nog wat poffertjes liggen. Dus dat wil ik nu eerst even gaan doen. De kinderen zelf zijn gewoon nu aan het eten. Kijken. Ja. Daar hebben we Riffy. Beetje. En? Taxi. Taxi. En ze zijn even yoghurt aan het eten. Maar ik ga even snel dat maken, want dat stel ik altijd weer uit natuurlijk. Dat is helemaal niet slim, maar ja.